Je bent nu al beroemd. Daar zijn we natuurlijk buitengewoon trots op dat Schatten van Amsterdam, want zo heette het allereerste begin, die prijs heeft gewonnen. Dat is een ontzettende erkenning. En het was ook een hele onorthodoxe nominatie om iets een prijs te geven wat vooral gaat over kennisoverdracht en over mensen enthousiast maken. Het is echt niet omdat ik nou als Bureau Monumenten zo graag wil dat alle jongeren weten wat er ook alweer in 1648 gebeurde. Of dat ik zo graag wil dat we de kanon, de minister is er nog niet, maar die gaat het vast straks zeggen, dat we de kanon uit ons hoofd kennen. Voor mij is het zo belangrijk dat we de stad leren lezen. He, fiets door de stad en de stad zit vol met verhalen en de geschiedenis reik je dat gratis en voor niks aan. En de stad heeft heel veel lagen. Het is net een boom met heel veel ringen. En als je daar eenmaal in begint te peuteren en te zoeken, wordt de stad rijker. En verplaats je daar ook anders in als bewoner van de stad. Dus het leren lezen van de stad, de leesbare stad, dat is essentie nummer 1 voor mij voor monumentenzorg. Dat vind ik heel belangrijk. En een ander aspect is dat ik er heilig in geloof dat er niet één betekenis is van een monument wat dan eeuwenlang zo blijft staan. Maar dat elke generatie zijn eigen betekenis toevoegt aan een monument. De publieksverkiezing voor het mooiste gebouw van Rotterdam, uiteraard. En die winnaar die zou je niet voorspeld kunnen hebben. Dat was de Mevlana Moskee in Rotterdam-West. Wat minder verrassend was, en dan kom je ook wel heel dicht naar wat Rotterdam allemaal wel te bieden heeft, is de Erasmusbrug. Dat was de tweede in deze verkiezing. Dat is toch wel bijzonder. Ook heel nieuw dus, 1996. Dus de mooiste gebouwen zijn in Rotterdam blijkbaar niet de oude. En die Erasmusbrug is echt, die had zijn eerste bijnaam al voordat hij gebouwd was. En die was vanaf het moment dat hij gebouwd was een icoon van de stad. Een echt monument, een nieuw monument, vanaf het moment dat hij was monument. Monumentaal. Dus dat, op elk plaatje van Rotterdam staat hij tegenwoordig. Monumentaal heeft ook iets met het verhaal van het gebouw. En dat vond ik, daarom noem ik de Van Hellefabriek. In eerste aanblik zeg je dan van ja, wat is het precies? Totdat je het verhaal kent, het gebouw gaat zien, gaat beleven, erin terechtkomt. En het gaat zien als een ongelooflijk belangrijke representant van een bepaalde stroming in de geschiedenis. En dan gaat dat gebouw leven. Eigenlijk zouden we een minister voor grote stedenbeleid hier moeten hebben over een Randstadgemeente, zodat al die monumenten in zijn totaliteit belangrijk worden gevonden. Op één dag in het jaar, en dat is de Open Monumentendag, dan zie je die massa goed bij elkaar komen. Dan zie je dat er 800.000 mensen zijn die de Open Monumentendag bezoeken. Maar ook dan zie je weer dat het voornamelijk ouderen zijn. We zijn zelf vanuit Heemschut, de organisatie waar ik directeur van ben, hebben we ons schilderpandje, het Korenmetershuis in Amsterdam, opengesteld. En ik heb wel jongeren gezien, maar niet van de leeftijd die je zou willen bereiken. Zo tussen de 15 en de 25. Dus wat we tegenkomen zijn ouders met kinderen of ouders zonder kinderen. Maar de jongeren die zijn er niet. Die zijn kennelijk druk toch met de hives. Ik kan me dat voorstellen. En daarom hopen we dat via deze volstrekt moderne en nog traditionele televisie op de publieke omroep deze serie een enorm succes gaat worden. Het is fascinerend om te zien hoe de jongeren eigenlijk met Nederland omgaan. Het is ook fascinerend om te zien hoe weinig ze eigenlijk weten. Maar goed, dat hoort dan blijkbaar bij. En daar komt veel humor bij kijken. En ik wil dan ook bij zeggen, Bosfilm, dat is natuurlijk een van die kleine producenten die daar een hele belangrijke rol in vervullen. Want wij als publieke omroep zijn toch vaak te log. En doen te veel, in mijn visie weer, vanuit dat omheinde mediapark daar aan Hilversum. Ik ben van Amsterdam en we moeten dat even weten. Wat ik doe, ik zit op school nu. Wat ik wil worden, goede vraag. Ik ben nu bezig met fotografie, dus dat is een ding dat misschien opkomend gaat zijn. Oké. Nou, ik ben Arantxa, kom uit Den Haag, zit ook nog op school. En wat ik wil worden? Je was de jongste van het stel, hè? Je was 14 toen je begon met de serie. Ja, ik ben Mitchell, ik ben 17 en ik doe nu HAVO en hierna wil ik een HBO-opleiding doen, communicatie. Mijn naam is Moment, 19 jaar uit Utrecht.
ik studeer nog op het MBO. Dat was het een beetje. Wat wisten jullie van monumenten? Wist jij iets uit Utrecht? Linde Dom. Domtoren misschien. En jij uit Rotterdam? Ja, op zich wel, maar ik heb er niet bij stilgestaan. Niet heel over nagedacht. Wat wist je dan bijvoorbeeld? De Kubuswoningen. De Erasmusbrug wist ik ook wel. Dat soort dingen. En jij, van daarna? Vredespaleis. Maar wist je wat daar gebeurde? Nee. Maar ja, nu wel. Hey, nou hebben wij in al onze draaidagen heel veel monumenten bezocht. Ik heb even uitgerekend, dat waren er 50. Dus dat waren er, dat is een hele hoop komen voorbij. Het is al enige tijd geleden, hè? We hebben het voor de zomervakantie gedraaid. Maar wat is het meest bijgebleven? Welke vond je het mooist? Wow, ze hebben dat ook al gevraagd, maar ik weet het echt niet. Iemand anders? Wat is het meest bijgebleven? Ja. Montevideo. Ja. Dat is geen monument. Nee, maar we zijn er nog niet en misschien komt het nog wel. Om die sushi's liggen. Ja, dat gaan we straks zien. Gaan we bekijken wat jullie daarvan vonden. Een echt monument, weten jullie er nog eentje? Vredespaleis. Riek Bakker van de Erasmus. Nou, dat is toch leuk. En waarom? Het was een leuke vraag, het kwam wel leuk over. Ze heeft jullie wel een uur laten wachten. Ja, maar dit liet mij wel lachen. Dus dat was niet goed. Zijn jullie zenuwachtig? Nee, joh. Ik geloof er niks van. Heb je er nog iets van geleerd of opgestoken? We hebben toch erg ons best gedaan? Het was eigenlijk zoveel tegelijkertijd dat je het niet... Later ook toen we die trailer zagen, dat ik dacht van, oh hey, oeha, dat hebben we ook nog gedaan. Dus dat is het denk ik gewoon, dat als we even terugkijken, denk ik, oh ja, hey, dat hebben we ook geleerd, dat hebben we ook geleerd. Ja, jij vond dat ze het stadhuis van Den Haag een monument moest worden, hè? Waarom? Het was een heel mooi gebouw. Laten we dat dan jullie maar meegeven, het stadhuis van Den Haag, nieuwste monument. Nou, hartelijk dank. We gaan straks eens kijken. Wil ik heel graag het woord aan de minister Plasterk geven. Wat fijn dat u er bent. U mag naar voren komen. Ik heb het voorgelezen. Pak even die hoek mee om te beginnen met een vraag. Dat is wie degene is die het beste er in de hele wereld in geslaagd is om erfgoed... om oude spullen spannend te maken. Ik heet een Malapietje. Ik heb een paar moeder bij deze groepen mensen eerst Indiana Jones op. Dus en de bovenaan. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld voor hoe iets wat, ja, wat is er eigenlijk, wat zie je nou helemaal? Een paar oude kerkers. Gebouwen, wat nagelaten, in de laatste zijn wel nagelaten glazen schepel, geloof ik. Maar het wordt pas interessant door hoe je ernaar gaat kijken. En dat vind ik dat die serie heel mooi laat zien. En hij laat ook trouwens voortdurend die overgang zien tussen een beetje een saaie professor in de archeologie aan de ene kant en een avonturier aan de andere kant. En dat is denk ik onderligt een beetje het onderwerp van de hele van de serie die jullie gemaakt hebben en van de hele sessie van vandaag. Alleen bovenaardse wezens en zo, die bestaan natuurlijk niet. Of tenminste, laat ik voorzichtig zijn, ik spreek in namens de regering. Want marsmannetjes bestaan niet. Dus wat dat betreft moet het op een andere manier interessant worden dan door buitenaardse leven, zoals bij Indiana Jones. En dat is denk ik wel omdat erfgoed, zoals het dan officieel heet, toch invloed heeft op je dagelijks leven. Ik heb de hele dag vandaag in een, daar was ik ook wat laat, want het liep uit, heb ik in een monument gezeten. En dat is het Binnenhof. We hadden een vergadering die vanochtend vroeg begon en doorduurde tot, nou ja, wat is het, 20 minuten geleden. En ik had al zitten sms'en van, ik kom wat later, gaat het nog goed? Met een sms is het terug.